Hoi, ik ben Jofke van Loon. Ik ben kunstenaar en werk al jaren samen met mensen met een visuele beperking. Daarom werd ik door Stichting Kiwi gevraagd om schilderlessen te verzorgen aan blinde en slechtziende mensen. Voor aanvang en tijdens de lessen bedacht ik een soort brailleschrift voor kleur en gebruikte dit om de theorie voelbaar te illustreren. Ik noemde het schrift Tactila en de bijbehorende illustraties de Tactila-methode. Karin bedankte me na een cursus met een knuffel en de woorden: Jofke, je hebt me leren kijken naar wat ik nog wel kan in plaats van wat ik niet meer kan. En de 62-jarige kindblinde Corrie jubelde: dat heb ik nooit geweten. Nadat ik haar liet voelen hoe je met de primaire kleuren verschillende bruintinten kunt mengen. De voor haar abstracte visuele wereld werd ineens minder abstract. Ik kreeg het gevoel dat ik hen op deze manier toch een beetje kon laten zien. De prototypes van maar liefst 177 voelbare illustraties werden onder andere met de tijdens de cursus gemaakte schilderijen tijdens een expositie in januari gepresenteerd. Ruim 500 bezoekers van deze expositie stonden één voor één versteld van deze uitvinding en wat visueel beperkte mensen hiermee nog kunnen maken. Op de CISO-beurs kreeg ik nog meer bevestiging. Alle blinde en slechtziende bezoekers aan mijn stand en medewerkers van blinde organisaties vinden dat Tactila een uniform systeem zou moeten worden, want werken met Tactila geeft blinden en slechtzienden inzicht in de visuele wereld waarin zij leven. Met Tactila kunnen mensen met een visuele beperking hun kijk op de wereld delen. En Tactila blijkt ook mensen te helpen die woordblind zijn of om een andere reden moeite hebben met taal en teken. Al deze ondervindingen willen we in 2016 landelijk verder gaan onderzoeken en met behulp van voor- en nametingen wetenschappelijk onderbouwen. We gaan daarvoor naar de mensen thuis, naar scholen, revalidatiecentra en zorginstellingen. We willen personeel instrueren, zodat zij ook aan het onderzoek mee kunnen werken. We willen het Tactila Atelier oprichten, waar de illustraties gemaakt worden en daarvoor samenwerken met de RIBW en Bureau Max, zodat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van zinvolle dagbesteding mee kunnen werken. Half 2017 wilden we een symposium in Tilburg organiseren om de onderzoeksresultaten te presenteren. Je kunt je voorstellen dat het allemaal veel geld kost. En zonder financiële steun kunnen we dit niet voor elkaar krijgen. Dus ik wil je vragen om te doneren en dit filmpje te verspreiden onder jouw netwerk. Want stel je toch eens voor dat wij met z'n allen blinde mensen kunnen laten voelen hoe wij de wereld zien.